Het zat er al even aan te komen, maar nu is het officieel. Je bent nog een jaar Feyenoorder. Ja, ze zijn er weer ingetrapt. Nee, het is. Ja, ik ben blij natuurlijk. Het is vandaag is rondgekomen. Het hing al in de lucht. En ja, ik blij, de club blij. Dus we plakken er een jaartje aan vast. Ja, je was bij het laatste gesprek dat hierover ging, was je al redelijk optimistisch. We gaan er wel uitkomen, zei je toen. Waar hebben die onderhandelingen dan nog over? Waar zijn die onderhandelingen dan toch nog over gegaan? Nou, vooral hun boden mij aan om cursus als keeperstrainer te volgen. Nou ja, dan moesten nog wat dingetjes regelen en dat is nu gebeurd. Nou ja, en dat was eigenlijk wel het spannendste van heel het verhaal. Dus nee hoor, de aanbieding was goed en ja, dat was eigenlijk allemaal zo rond. Ja, was dat ook voor jezelf om na te denken over de toekomst? Wat wil ik na mijn carrière eventueel gaan doen, dat je ook op dat gebied je wil ontwikkelen? Ja, zeker. Kijk, ik ben net 34 geworden, en, dus ik heb ook niet meer het eeuwige op het veld. Ja, dan is de logische stap om ook eens kijken of het trainersvak wat voor me is. Nou, Feyenoord biedt me die kans, dus dat ga ik aanpakken en dan zien we het komende jaar wel of het bevalt en of ik daar verder in ga. Ja, nu was je vorige week in de week van die onderhandeling opeens gepromoveerd tot tweede doelman natuurlijk. Dus kon jij er met Bikkel harde salariseis in? Nou ja, ze hadden die aanbieding al gedaan toen. Toen was Lamproe nog fit. Ja, die is nu al ook 4 weken is die afwezig. Dus nee hoor, ik ben gewoon voor hun de derde keus. En ja, daar word ik ook naar beloond. Ja. Hoop jij eventueel in die laatste wedstrijd van het seizoen, als alle standen zo zijn dat het nergens meer om gaat, dat je nog wat speelminuutjes gegund wordt dan? Ja, dat zou altijd mooi zijn, maar het is belangrijk om 6 punten te pakken. En dat Erwin gewoon nog 2 keer 90 minuten zijn best doet. Dat hij lekker mag staan en dat we uiteindelijk met de tweede plek op vakantie kunnen gaan.